Welkom. U heeft voor zich het schetsontwerp van de revitalisering van de Zilverkamp, fase 4, cluster 1. Dat mag u op zich weer vergeten. Voor dit deel gaat het om de rolschargeerde adressen. Beemt 74 tot en met 117, Dullert 95 tot en met 109 en Park Dreef 4 en 6. Als het goed is, heeft u al het algemene filmpje gezien waarin mijn collega Willem Bijker uitlegt wat de revitalisering van de Zilverkamp inhoudt en welke weg we moeten doorlopen vanaf het eerste schetsontwerp tot en met het daadwerkelijk opknappen van uw straat. Mocht u deze film nog niet hebben gezien, dan raad ik u aan deze eerst te bekijken. Het doel van deze schets is tweeledig. Het eerste doel is om u als bewoner te informeren van de plannen voor het opknappen van uw straat. Het tweede doel is u te prikkelen om te reageren. We horen namelijk graag van u wat er speelt en wat er wel of juist niet moet veranderen in uw straat. We zullen niet aan al uw wensen gehoor kunnen geven, maar met uw inbreng hopen we wel een completer ontwerp te maken. Ik zal beginnen met de toelichting van de diverse vlakken en symbolen in de tekening. De bruine kleur die u ziet is de straat en betekent dat we hier gaan herstraten. De straatstenen worden daarbij hergebruikt. De straat zal er nadien weer netjes vlakbij liggen. Hierbij worden alle elementen uit het straatwerk meegenomen, zo ook de drempel zal weer op juiste hoogte worden gebracht. De grijs gekleurde vierkanten stellen de parkeervakken voor. Deze worden uitgevoerd in een nieuwe donkere betonstraatsteen. Hier wordt bewust voor een afwijkende kleur gekozen, zodat de vakken duidelijk te onderscheiden zijn. De parkeervakken worden tevens voorzien van markering, zodat ze ook onderling te onderscheiden zijn. Parkeervakken worden in principe in vaste mate uitgevoerd. In dit cluster wijken we hier soms van af, daar kom ik later nog op terug. Dan hebben we nog de groene diagonale arcering. Ik zoom wat in, zodat het wat duidelijker zichtbaar is. Dat zijn de plantvakken. Collega's die in groenvoorzieningen zijn gespecialiseerd, zullen hier een nieuwe invulling geven waar nodig. De doorlopende groene arcering betekent dat we van plan zijn om hier nieuwe beplanting aan te brengen. Er wordt qua beplanting een verhouding toegepast van 20% bloeiende planten en 80% wintergroene planten. De onderbroken diagonale arcering, zoals hier, zijn groenvakken die we als dusdanig willen behouden. Ook voor het groengeld maak uw wensen bekend, dan kunnen we daar rekening mee houden. In het voorontwerp wordt een uitgebreid plantplan weergegeven. Hierbij wordt een sortimentsgids toegevoegd, zodat u zich een beeld kunt vormen van de toegepaste soorten. De diagonale onderbroken oranje arcering is gazon. En dan zijn er nog de groene bollen in de tekening, dat zijn de bomen. De bomen proberen we zoveel mogelijk te behouden. Bomen die in slechte conditie zijn, zullen gerooid worden. Deze bomen zijn gemarkeerd met een vraagteken. Hiervoor plaatsen we waar dat kan een nieuwe boom terug. We moeten hierbij opletten dat de boom voldoende ruimte heeft om te groeien. Soms kan er geen boom worden teruggeplant vanwege de vele kabels en leidingen in de grond. Daar waar wij een nieuwe boom willen planten, wordt het aangegeven met een lichtgroene cirkel. Dan zoom ik in op dit deel van Beemt. Hier staan een aantal bomen met weinig standplaatsruimte. En deze drie bomen zijn in slechte conditie en zullen worden gekapt. Daarvoor komen wel drie nieuwe bomen terug. In overleg met specialisten kijken we hoe we de bomen voldoende ruimte kunnen geven. Ook bij de bestaande bomen zullen we kijken naar welke maatregelen we kunnen nemen om deze in voldoende conditie te behouden. De parkeervakken hier naast Beemt 103 worden korter uitgevoerd dan de standaardmaat. Het alternatief zou zijn om langs parkeervakken te creëren, maar dat zou ten koste gaan van 4 parkeerplaatsen. Daarom kiezen we ervoor om de parkeervakken korter uit te voeren, zodat er 6 vakken behouden blijven. Dan gaan we nog verder naar het noorden. Het gazon voor Park Dreef 4 blijft behouden. Een drietal bomen zal worden gekapt. Er is genoeg ruimte voor herplant van nieuwe bomen en dat zullen we dan ook doen. De groenvakken zullen een nieuwe invulling krijgen en dit vak wordt wat groter gemaakt. Verder zal, zoals gezegd, de drempel behouden blijven en weer op juiste hoogte worden aangebracht. De bomen hier op de hoek van Dullert zullen worden gekapt en er wordt een nieuwe boom teruggeplant. De groenbakken hier blijven verhoogd om de bomen te kunnen behouden. Dit was de toelichting op het schetsontwerp.
Deze tekening wordt ook als PDF op de website gezet. Indien gewenst kunt u deze schets dan nog eens rustig bekijken. U kunt uw vragen, opmerkingen en ideeën via het antwoordformulier op de website aan ons te kennen geven. Deze zullen we dan meenemen als we aan de slag gaan met het voorontwerp. Ook als er zaken zijn die betrekking hebben op bijvoorbeeld aangrenzende clusters of elders in de wijk, dan horen we het graag. Bedankt voor uw interesse en we hopen van u te horen.